Ai, ai, wat voor die dingen. Ik ben Ibrahim, de Beast El Bustati. En ik heb Hooligan vandaag een dagje vrijgegeven. Dus ik neem jullie mee in What the Flock. Jullie gaan een dagje meelopen met mij. Veel plezier. Ik ben hier met Hussein Dogan. Speler van Sparta Rotterdam. Onlangs nog kampioen geworden van Nuclear League. Snel niet op. En daar is hij trots op hoor, na 10 jaar spelen bij Sparta. Het is de eerste keer dat hij het mee heeft gemaakt. En ik als vriend zijnde ben trots op hem. Hussein? Ja, bedankt. Ik weet het enorm. Ik moet zeggen dat ik de steun van Ibo ook altijd heb gevoeld hoor, echt. En als vriend zijn heeft hij alles van nabij, ja, zeer nabij moet ik erbij zeggen, meegemaakt. En wat een held eigenlijk echt. Sparta, ik wens jullie heel veel succes in de Eredivisie. Het gaat moeilijk worden, heel moeilijk. Maar dat weet je niet hè? We staan hier vandaag. We hebben hard getraind. En we gaan nu even een hapje eten met de jongens van de sportschool. Inclusief Hussein Dogan. Ja, die heeft ook niks gedaan vandaag hoor. Nee. Die moet morgen voetballen, dus die doet vandaag niks. Nee, helemaal niks. Maar die trakteert wel vandaag, dat heeft hij ons beloofd. Jongens, ik heb geen cent te maken, dus al 3 weken brood met water. Ja, Sparta is kampioen hoor, dus een dikke premie ontvangen. Ook nog eens jullie een keer toevallig aanwezig. Nee, dat is niks toevallig, ik wist het gewoon. Ja, die gaat dan ook een hapje mee eten. We zijn vandaag bij bij een van de bekendste eethuizen. Voilà, dat is ik weet niet waarom je noemen ze sponsoren niet eens, maar Frankie Eethuis. Reclame voor niks, gratis. Ja. Maar we gaan kijken of we even een broodje gratis kunnen krijgen. Ja. We gaan het zakken. 245 volgers. Ja. Denk je een hapje te gaan eten? Zit iedereen op zijn telefoon. Heel gezellig jongens. Hij. Heel gezellig. Ja, en dan ga maar snel weg. Jongen. Maar ik sta wel op Instagram. Zie je dat? Volg Redon Lakoubi. Bijna 3000 volgers. Volgen, bijna 3000. Maar het is een vriendschap. Had hem niet moeten schieten. Had moeten kappen of iets, ja. Ja, kickboxers die ook verstand hebben van voetbal, jongens. Ja, zie je ook niet vaak, hè? Man. Ja, dus één ongeïnteresseerde, en dat is natuurlijk ook niet. Dankjewel, daar hebben we de beste amateurclubvoetballer van Den Haag. Joët Bandy, Hats. Ja. De Ronaldo van Schilderij. Ja, Younes, die wordt ook met de dag populair en bekend. Dat is 6,25 meter. Dit is de Schilderswijk jongens hè. Die houdt iedereen van elkaar. Allemaal broeders. Hey Joët, hoe is die? Niet leuk vanavond als je. Bij Redouan gaat het eten voor hè. Bij Redouan gaat altijd het eten voor. Kijk eens, dat is de eerste. Dat is smakelijk vind. Salade man. Het zijn 5 rondjes van 3 minuten. Kijk maar nog. Voel moet hij. Hé jongens, hé. Hij eet niet. Hé. 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 Vol met saus. Emma blijft door. Emma blijft door. Cool. Ja, ja. Dat is het. Dat is het. Smaakt het, zijn? Smaakt het? Top. Ja? Is het top? Mooi zo. Smaakt het van Bas? Ik kom niet zomaar in die heavy way. Ja. Kijk eens, dat moet je een vouw hebben. Lekker vies eten. Nou jongens, het was een lange dag. Lekker gegeten. Gezellig met z'n allen. Met z'n allen lekker gegeten. We hebben getraind. Zo. We hebben getraind. Ja, dat is wel dichtbij. Ja. We hebben getraind. We hebben nu lekker gegeten. We gaan weer rustig naar huis, denk ik. Ja. Toch? Morgen weer een dag. Neem ik jullie weer mee. Een dagje, kijk hoe ziet de dag morgen uit. Morgen gaan we naar de Booster Store in de Wijmerstraat. En in de avond gaan we mee naar Fight Club 070 in Kijkduin waar ik les ga geven. En dan kunnen jullie een beetje de impressie een beetje zien hoe het daar naartoe gaat en hoe ik les geef. Dus tot morgen. Goedemorgen. Het is 8 uur 's ochtends. Voor mij de hoogste tijd om te gaan hardlopen. Want alleen maar slapen, daar word je niet wijzer van. We moeten er hard voor werken. Hè? Dus anders krijg je je beloningen niet. Dus ik ga opstaan. Ik ga me even gereed maken. En dan ga ik vanochtend gymnastiek uitvoeren.
Daarna neem ik jullie mee naar de booster store in Den Haag. En laat ik jullie zien hoe het een en ander werkt. Dus ik zie jullie zo, jongens. Mijn beentjes doen een beetje zeer van het rennen. Ik heb even een weekje stilgestaan na 5 cents Fusion Life. Dus het was weer even wennen. Hier ben ik opgegroeid. In het oord. In Den Haag. Ja, geboren en getogen eigenlijk, hè. Vroeger was het een beetje een achterstandswijk. Veel problemen altijd. En, maar die jongens van toen, die zijn nu allemaal getrouwd of die zitten vast of wat dan ook. En de nieuwe generatie is wat beter opgevoed. Dus een stuk minder problemen hier. Maar ik ben wel trots dat ik hier opgegroeid ben. Hè? Nou, we zijn er. Even kijken of die er wel is. We zijn bij kapper Anwar. Hey. Hoe is het? Gaat goed. Ja, de beste kapper van Den Haag. Dankjewel. Altijd gezellig hier. Ik ga jullie wat vertellen over mijn volgende partij. Sowieso, september staat nu sowieso vast. Daar vecht ik tegen Filip Vlinde. Hij is op dit moment glorievechter. Hij heeft gestaan tegen de allerbeste. Tegen Bojanski heeft hij gestaan. Tegen Kokasaki heeft hij gestaan. Tegen Tyrone Spong heeft hij gestaan. En ja, denk ik wel wat op leeftijd nou. Dus het is tijd voor een nieuwe generatie, vind ik. Het zal 17 september gebeuren. In Antwerpen Lotto Arena. 10.000 man. Kijk eens. Os, onze buren, Carlo. Oude Henk. En Wilfie. Beast. Hey. Ja, en zijn normaal voetballers, maar zijn nu ook aan het kicken. Nu ook. Natuurlijk mag je erbij. Kijk eens, wat? Iedereen wil op What the Vlog. Het zijn voetballers, normaal gesproken. Hij weer gewonnen. Ik win altijd, Henk, dat weet je toch? Doodgeslagen. Nee, dat net niet. We hebben gewoon in Nederland gepakt, met Carlo. Ja, lekker. Zo. De wedstrijd is paniek tegen jou. Ja, joh. Ja, uitdagen. Ik daag hem uit. Grap is, jongens, normaal zijn het voetballers, maar nu zijn ze aan het kickboksen. Een beetje zoals Ibo. Bij deze boys, ik nodig Ibo de Beast uit. Carlo gaat naar Japan. Wat? Carlo gaat naar Japan? Okay. Om sushi te eten. Ja. Mij weer een werkdag. Eigenlijk. Ten Haag. Ik heb voor 17 september een tafel besteld voor Ibo in Antwerpen. Hij gaat winnen. Oes. Je hoort het, hè, jongens. Wees erbij. Ik heb nog maar een paar over, dus opschieten. Niet missen. Dit is Wilfie, jou en mijn hooligan, hè. Niet missen. Je is ook goed erbij. Hij had nog maar 2 tafels. Ja. We zijn klaar bij de booster store. Het is een lange werkdag. Je merkt dat het kickboksen steeds populairder wordt. Steeds meer kinderen stappen over van het voetbal naar het kickboksen. Of van een andere sport naar het kickboksen. Ja, het is toch meer een uitlaatklep geworden voor de kids. Een beetje alle agressie eruit. We rijden nu naar Fijnclub 070 in Kijkduin. En ik zal jullie even laten zien hoe die kinderen dan te werk gaan. Ik geef daar 3 kinderweekles. Dus let's go. Nou, kijk eens, dit is Youssef Amai. Weer de eerste les bij Ibo. Fijnclub Kijkduin, daar zijn we nu. En ze zijn betreend ook bij me. Ja, Sammy. Dus jij gaat even eerst. En dan begin ik even weer mijn eerste les bij Ibo. En dan gaan we even kijken hoe vandaag weer gaat aflopen. Als we heel hard aanpakken. Ja. Maar ja. C'est la vie. Je staat nu tegenover Ibo. Gooi de handdoek als je merkt
dat het niet loopt. Wat ga je nu voelen als vallen van Viro? Ga je ketsen stilo, het is tot je niet loopt. Je staat nu tegenover Ibo. Gooi de handdoek als je merkt dat het niet loopt. Wat ga je nu voelen als vallen van Viro? Ga je ketsen stilo, het is tot je niet loopt. Ik denk twee keer na voordat je uitdaagt, voordat je kont op blauw naar huis gaat. Ik geef Biggie doen, zeg maar je hebt genoeg en doen alsof het je niks uitmaakt. Maar is please los, is please soms. Zeker dat bij jou het licht uitgaat. Die niet de type die uitgaat, weer een wereldtitel je buik maakt. Maak kennis met het doorzettingsvermogen van de stad. Die man is niet te stoppen als hij begint roepen ze af. Met een Fiat dat die top neemt tegen een boel gaat. En de nacht doet niet aan alles. Oké, oké. Je staat nu tegenover Ibo. Dit is zijn jonge groep aan de beurt. Rustig hè? De jongen zijn aan het voorbereiden voor Fight Dome. Jesse onder andere moet daar vechten. We hebben Abraham Bermudez die bij Fight Dome moet vechten. Onze Youssef Wolf natuurlijk. Het is allemaal lekker bezig. Fabian. We hebben Cliff Wilson die ook moet vechten. En de dames zijn ook lekker bezig. Ik ben met een van de pupillen van Fight Club 070. Abraham Bermudez. Onze nieuweling vechter tot 60 kilogram. Wanneer is je volgende gevecht? 24 april. 24 april in Wassenaar. Ja, dat was het. Ik ga knallen. Hij gaat knallen. En daarna? En daarna? 4 juni. Daarna 4 juni. Ik beloof spektakel. Fight Dome. Sowieso. Ja, hou deze jongen in de gaten. Slaat iedereen KO. Ja, hij is klein van stuk, maar enorme power. Hey, dat zien we gaan. Push. De dames gaan ook hard aan toe. Hoppakee, goed zo. Wel blokken die low kicks, blokken low kicks, kom. Handen hoog, Youssef. Handen hoog, hey, niet zakken met je hoofd. Kop, kop, kop. Afmaken met die trap, goed zo. Je ziet het. Het gaat er hard aan toe. Maar met veel beleid. Met veel respect. En na zo'n rondje kunnen ze weer lachen samen. Omdat, dat wil ik graag zien. Discipline, maar toch respect. Ik ben hier met Peek. Ja. Onder andere bekend van Agelandia, de keepertje van Agelandia. Je weet zelf. Ja, ja. Arnold, waar zit je? We missen je, man. Arnold, je hoort het, hè? Hooligan. Maar We hebben lekker getraind. Waarom trek je het kickboksje aan als keeper zijnde? Gewoon kracht, snelheid. Helemaal top. En lekker kapot gaan. Oh. Lekker training weer. Zo mag ik het horen. Ja, dit is Jesse Fleurema. Die gaat 4 juni zijn debuut maken. Hij is pas 18 jaar. Het is een dijk van een kast. En onze toekomstige heavyweight. Heb je er zin in? Sowieso. Hoe lang train je al? Halfjaartje nu. Halfjaartje. En hoe ver ben je al? Ver. Goed zo, dat mag horen. Ja, dus die heeft er zin in. Sowieso. Mis het niet, want wij hebben alleen maar talenten, jongens. Osh. Osh. Aangekomen bij het laatste onderdeel van de les. De buikspieren. Kunnen nooit kwaad. 3, 4, 5, 6, 7. Kom, omhoog, 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 jongens, omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Andere kant, Jesse, gelijk door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kom, drukken. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog 10, kup! 2, 3, dames, doorbijten, kup! 6, 7, 8, 9, 10. De trainingen zitten erop voor vandaag bij Feyenoord 070 Kerkduin. Zoals je zag hebben we eerst de kleintjes gehad tot 14 jaar. En daarna de volwassenen van 14 tot, tot eigenlijk de oudste 60. Dus een variatie om een leuke groepen mee te werken. En nu ga ik even de jongens die van ver weg komen thuis afzetten. Zo ben ik dan weer wel. Dus ja. En daarna ga ik lekker zelf naar huis. Het was een lange dag weer. Ik vind het leuk om te doen. Dus doe het met plezier. Push. Goedemorgen. Ik ben onderweg naar de apotheek. Even een paar medicijnen ophalen. En ik ben goed ziek. Al 4 weken eigenlijk al. Ik heb zelfs mijn wedstrijd, mijn wereldtitel gevochten met de infectie aan mijn luchtwegen. Dus ja, weet je, deze tijd van de maand, hè. Ik ben heel erg bang voor honden, jongens. Hey. Dus ik ga even met de boogie eromheen lopen. De honden moet je echt niet in mijn buurt houden. Dan ren ik weg. Daar is de bies dan wel bang voor, hè. Hey. Ik ben weer bevoorraad voor heel de week. Dus wat de planning vandaag is. In ieder geval even een middagje uitziek in bed. En vanavond ga ik het proberen om te trainen. Misschien dat een beetje zweten helpt. Dus dan neem ik jullie mee naar Feyenoordclub in Schilderswijk. En dan. Kun je een beetje zien hoe het daar aan toe gaat met de wedstrijd, jongens. Dus tot straks. Ik heb lekker geslapen. Had ik wel even nodig. Ik voel me iets beter nou. Voordat ik ga trainen, natuurlijk wat mannenvoedsel naar binnen werken. Zoals je ziet. Niet het gezondste, maar soms mag het. Je zit in de auto met. Meneer Boustati senior, die moet ik even ergens afzetten. Dus ik heb nu even de tijd om een paar vragen te stellen. Wat vind jij van Arnold, hooligan? Dat zijn Arnold. Van zijn vlogs. Heb je wel eens gezien toch, de video van hem? Ja. Aardig man, hè? Aardig man. Ja. Hakim. Jij bent een lief man. Ik ben een aardig man. Dat meent je oprecht, Hakim. Ook al met een lacherige toon. Een groetje van jou. Hij krijgt de groetjes van hem dus. Ja. Altijd leuk om de oudjes ook aan het woord te hebben. Dus dat. Ik ga hem even thuis even ergens afzetten. En dan rijd ik naar de sportschool toe. Nou, die... Ik heb die oude zojuist afgezet. Het is altijd leuk, hè? Een jongere generatie met de oudere generatie. En dan krijg je gesprekken die echt nergens over gaan. Het is een grote generatie kloof dus. Maar wel altijd leuk, hij is altijd aanwezig bij mijn wedstrijden ook. En hij is echt een trouwe supporter. En staat altijd achter me. Dus dat is wel fijn om zo'n vader te hebben en daar ben ik trots op natuurlijk. Nou, we zijn er. Altijd leuk om hier weer te zijn. Net mijn tweede huis. Even kijken, wat hebben we hier? We hebben hier wel wat leuks hangen. Oude poster. Een Fusion in Den Haag, april 2014. Moment Jaraya, Big Mo. Hisham Al-Gawi, Ben Ali. Ja, ja. Dan heb je hier een Fusion. Afgelopen maand, april.
Natuurlijk Big Papa Lazar. Ja. En we zijn natuurlijk tegen... tegen geweld. Dus wat wij op de sportschool leren, dat gebruiken wij niet op straat. Alleen als zelfverdediging natuurlijk. Want we hebben alleen maar respect. We komen op tijd, we groeten iedereen. En het hele mikmak. Ondergetekend 5 Club 070. Hoe blij. We zijn weer terug bij Hooligan 070. Ik heb zo leuk mogelijk proberen te maken Hallo, voor jullie. Salam alaikum. Maar ja, kijk eens. Hallo baby. Inshallah. Hij heeft amper tijd voor jullie. Het is mijn Anna Kuliara Marti. Praat Arabisch, praat Frans. Baby, weet inshallah, zie wat ze me kennen. Ik weet echt niet wat je allemaal zegt. En dan hebben we hier weer Abraham Bermudez weer. Het ging gewoon elke dag. Ja, hou hem in de gaten. Dit weekend moet je gewoon. Okay. Ik wil de camera overdragen via een hakje. Die is te druk. Die is te druk voor jullie. Sorry, mijn vrouw belde. Dat gebeurt bijna nooit, maar... Liefde jongens, liefde. Liefde kan mooi zijn, maar ook heel moeilijk. Ja, het kan ook heel moeilijk zijn. Ik zoek nog een tweede vrouw. Het is wel dat de vrouw geen Nederlands praat, want anders had hij een probleem. Dat begrijp je ook wel, hè? Zo. Hey Hakim, ik heb de mensen een beetje laten zien hoe ik elke dag een beetje te werk ga. Ah, moeilijk. Ik heb 24 uur precies gefilmd. Ja, mooi. Was hier gisteren begonnen? Eergisteravond. Ja, eergisteravond eigenlijk. Hier begonnen en we zijn nu 2 dagen verder. Dus ik heb jullie een beetje meegenomen in mijn leven. Heel wel. En ik vond het best wel leuk om te vloggen. Het was mijn eerste keer. Misschien wel vaker. Zeker niet de laatste keer. Echt wel. Als Hakim de camera leent aan me, dan doe ik het met hem. Sowieso. Ik heb nu extra camera. Dus als hij de camera mee wil nemen waar ik niet kan komen. Alhamdulillah. Dat is samenwerken. Je weet toch, even ook voor alle kaasbroeken. Wij werken gewoon samen. Kijk, Mokro Flevo, Hollandse Flevo. Je weet toch, weet je, wij zijn geen racisten. Wij houden van alle mensen. Sowieso. Hey, maar jongens, even blauw duimpje omhoog voor deze man. Liken, abonneren, wat nog meer? Ook delen op Facebook. Ook dat nog. Wat nog meer? En vertel je vrienden en familie over mij. Jongen, ook nog. Echt veel, hè. Push.